Het religieuze zin en soms ook in de manier waarop wij het leven beleven met elkaar. En ik hoop dat dit vuur, die vuur van hoop, symbool mag zijn voor de vrede die niet alleen wij, maar vooral ook onze kinderen en kindskinderen mogen vinden in de wereld. De belangrijkste gast van vandaag, de burgemeester van Almelo. Burgemeester, mag ik u het woord geven? Het is aangedaan. Sinds 1945 is de militaire noodzaak van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki ter discussie gesteld. Veel historici, militaire deskundigen wijzen op het effect van een snelle overgave van Japan die daardoor bewerkstelligd zou zijn. Waardoor talloze mensen verdere onderdrukking en gevangenschap bespaard is gebleven. Maar anderen geven aan dat het ook het voortzetten van de strijd met conventionele, niet-nucleaire wapens tot de overgave van Japan had geleid. Deze heet de Vlam van Hoop, die symbool van de wens voor vrede, hoop voor vrede, voor hele mensheid, mag overal ter wereld verspreid moeten worden. Dus vandaar, in deze Vlam van Hoop zitten dus meerdere vlammen en één daarvan, de belangrijke, is inderdaad de vlam van atoombom in Hiroshima. Hier zit erin. Je gaf er ook in aan de burgemeester van Almelo. Wat was het idee daarvan? Ja. Vlam van atoombom is het symbool van uiterste vernietigende kracht in de mensheid. En dat eigenlijk moet transformeren en niet alleen even herdenken 6 augustus en dan weer vergeten. Maar die kracht zit in onszelf. Die moet echt transformeren in een positieve. En empathie en begrip door ons dadenkracht. Ja. Dat is mooi, de symboliek die alleen met de droppenbank doe ik niet meer. Ja. 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 Hiroshima was de vooravond van de Koude Oorlog. Ja. Ja. En het begin van de wapenwetloop. Het begin van de kernwapenwetloop. Ja. Ja. Ja, dat wilde ik graag horen.